Voordat ze in Nederland aankwam, had Elena nog nooit bloemen aan elkaar gebonden. Maar ze leert snel. Ze leert heel veel. Ze leert dagelijks nieuwe dingen bij en ze vindt het heel leuk. En dat heeft ze te danken aan Fatih, die Russisch spreekt omdat ze uit Azerbeidzjan komt. En daardoor is Fatih nu naast bloemisten ook tolk in de zaak. In het begin was het wel heel erg apart, maar op een gegeven moment wen je. Het was, ik vond het heel erg apart om steeds te moeten wisselen tussen twee talen, zeg maar. Elena is nu een van de 900 Oekraïense vluchtelingen die werk heeft gevonden. Maar dat had nogal wat voeten in de aarde. Officieel was het allemaal nog niet geregeld, want ze hadden de papieren moesten nog geregeld worden. Maar het is gelijk begonnen voor een halve dag. En het ging, ging gewoon goed, ging gewoon prettig. En ze is ook heel blij om in zo'n mooie winkel te werken samen met Joris Nipon. Ondanks dat ze de taal niet kan. Ja, ik probeer wel het hele gebeuren van de oorlog een beetje te ontwijken. We hebben het heel vaak dingen over haar dochters en haar moeder en dingen wat ze dan dagelijks doet en wat ze allemaal leuk vindt om te doen. En een van die dochters is sinds kort ook aan het werk in deze kledingwinkel in Maastricht. In haar thuisland studeerde zij Engels en daarom is de taalbarrière voor haar minder complex. Al merkt ze wel dat klanten er vaak naar vragen. Sometimes they can come and ask where you're from. Like maybe they wanted to ask or maybe they just for talking and making some little conversation. So, but I'm every time saying that I'm from Ukraine. It's not a secret. De klanten horen vaker haar Russisch praten met Fatima. En dan kijken de klanten en dan leggen we uit wie Elena is. En dat vinden de klanten ook mooi. They are really worrying about people from Ukraine and all the refugees. And they are trying to help in any way they can. Reina bevalt het in Nederland en wil dan ook het liefst dat haar man deze kant op komt. Moeder Elena wil terug, maar of ze dan iets met bloemen gaat doen is nog maar de vraag. Zij zegt, de bloemen wat wij hier in Nederland kennen of hier in de winkel hebben, dat heb je daar niet. Dus heb je hele simpele boeketten als gewoon een bos tulpen en dat is het. Two. Maar zoiets heb je daar niet. No.